President Zelensky zegt dat de Russische invasie begon met de annexatie van de Krim in 2014. Dus moet de oorlog nu eindigen met de bevrijding van de Krim. Ik praat erover met Pieter Kobelens, oud-directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD. Welkom. Dankjewel, Bernard. Fijn dat je er bent. Het nieuws van dit moment op de Krim is een luchtmachtbasis opgeblazen. Zeggen de Russen. Russen zeiden eerst, het was een ongeluk. En toen zeiden ze, het was een sigarettenpeuk van alles. In een munitieopslagplaats. Experts zijn het erover eens dat het een Oekraïense aanval was. En misschien sabotage, of misschien lange afstandsgeschut. What say you, sir? Ik ga voor lange afstandsgeschut. Omdat dat het meest logische lijkt. Ze hebben recentelijk steeds meer lange afstandswapens gekregen. En het feit dat ze de Krim aanvallen, vind ik vanuit strategisch oogpunt ook een hele verstandige. Het hoort immers tot de Oekraïne. En nu hebben de Russen een tweede front. En dat front, wat gebruikt werd of kon gebruikt worden voor bevoorrading, moet eigenlijk zelf bevoorraad worden. Dus de Russen gaan logistiek meer problemen krijgen als de Oekraïne een aanval op de Krim voortzet. Ja. En nog even die onduidelijkheid over wat het nu was. Een inslag van raketten. Jij zegt waarschijnlijk wel. Er zijn ook een heleboel mensen die zeggen, nou, het kunnen ook bommen zijn geweest die tot ontploffing zijn gebracht. En dat zou dan wijzen op infiltratie of verzet of zoiets. Wat voor zelf ook nieuws is. Dat kan, maar je weet dat er in de Krim heel wat mensen verhuisd zijn die, laten we zeggen, echte Oekraïners waren. Je maakt het dan ook nodeloos ingewikkeld. We weten dat wat ook nog steeds mogelijk is, is dat die wapens zijn afgevuurd door Oekraïnse vliegtuigen. Want de Oekraïnse luchtmacht bestaat en vliegt nog steeds. En het lijkt meer aannemelijk dat het geval is geweest dan dat je een aanslag doet op het veld. Want je moet er ongezien op, maar ook weer vanaf komen met alle risico's van dien. Ja. Je hebt natuurlijk ook die foto's bekeken, hè? Ja. Ja. En als je daar naar kijkt, dan wordt het beeld van, laten we zeggen, raketbeschieting ook een beetje bevestigd voor jou. Nou ja, wat het mij vooral bevestigde was dat het geen spontane explosie was, maar een moedwillige aanslag. Omdat je ziet dat vliegtuigen normaal gesproken uit elkaar en soms met wat aarde vallen en tussen worden opgeslagen of worden geparkeerd. Ja, en als je dan ziet dat er talloze vliegtuigen vernield zijn, ja, dan is dat niet aannemelijk. Ja, ja. 9, ja. 16, ik heb diverse getallen gelezen. Hoe kijk je in het algemeen naar de stand van zaken in die oorlog? Hoe ontwikkelt die zich in jouw analyse? Nou, ik denk wat jij net zegt, zal het helpen om de Russen te verslaan of de oorlog tot een einde te brengen, dat niet een reëel scenario is. Ik denk dat als de Oekraïne blijft worden voorzien van lange afstandswapens, en ik vind ook dat dat moet overigens, dat je eerder een padstelling krijgt die nog lang kan duren. Ja, en dan is de vraag, wie houdt dat het langste vol? Als je kijkt naar wat er in de Donbass, de twee provincies, kijkt, dan zie je aan de rand nog steeds gevechten. Maar inmiddels is ook duidelijk geworden dat het volledig democratische referendum wat de Russen daar willen gaan houden onder de bevolking, ja, om te kijken of ze tot Rusland willen behoren of niet, naar voren hebben gehaald, naar verluid, naar 11 september. Dus ze hebben een beetje haast bij om het sprookje wat eronder moet liggen, zoals ze het in de Krim ook gedaan hebben, om het zo snel mogelijk af te werken. En als dat het geval is, en dat klinkt een beetje dubbel natuurlijk, op het moment dat dat gebeurd is, ja, dan zou je kunnen zeggen dat als de Donbass in handen van Rusland is, dan zou dat een moment kunnen zijn dat je gaat praten. Maar dat ging nog van het scenario uit dat de Krim stevig in de handen van de Russen was. Dat zullen ze niet zomaar opgeven. Dus alles hangt er nu af wat er met wat de Oekraïners gaan doen met en om de Krim. En hebben we het nog niet gehad over de ellende rond Odessa en Gerson. Precies. Want je hoort veel over de graantransporten. Dat is nog complexer dan het bilateraal probleem tussen twee landen. Ja. Maar even teruggaan op wat jij zegt. Je zegt waarschijnlijk komt op 11 september komt dan zo'n referendum. Totaal en compleet democratisch over absoluut, of ze zich wensen aan te sluiten bij Rusland. Als dat nou gebeurt, kan ik me ook voorstellen dat Poetin zegt, dit was het belangrijkste doel dat ik heb bereikt, ik heb nu gewonnen. Of denk je nou, dat is niet genoeg, hij trekt ook, wat je al aangeeft, door naar het zuiden,
En dat wil hij dat dan ook nog bij hebben. Nee, het eerste zou kunnen. Het tweede is, de Krim zal er niet willen loslaten, denk ik. Hij krijgt voor het zuiden heel veel tegendruk van de rest van de wereld, omdat graanexport onmogelijk wordt. En daar leidt hij zelf ook onder. Vergeet niet, Rusland ook veel geld verdient aan graanexporten. Dus het is een moment waarop hij zou kunnen zeggen, nu is genoeg. Maar ja, als de Oekraïne nu de Krim vol begint aan te vallen, hij gaat geen gezichtsverlies leiden door de Krim in te leveren. Dus dan gaat het nog langer duren. Dus ja. mijn stelling is, hoe sterker de Oekraïners worden, hoe eerder een padstelling zal ontstaan waar niemand voor of achteruit kan. En kun je zeggen dat dan de regel geldt, zeker voor Oekraïne, als ze niet verliezen, hebben ze gewonnen? Ja, dat is moeilijk. Kijk, de Donbass willen ze niet opgeven, maar we moeten eerlijk zijn. Er zijn natuurlijk al heel wat Russische vrijheidsstrijders al heel wat jaren actief, waar ook heel veel doden en gewonden zijn gevallen. Wil je willen ze weten, is dat soort provincies bij je land hebben? Weet ik niet. Nee. Er zijn voldoende grondstoffen. En er is ook voldoende landbouwpotentieel om die gebieden te willen houden. Maar ja, dat zou ook voor de Oekraïne een moment van zelfreflectie kunnen zijn. In ieder geval biedt het een opening om over te praten, naar mijn mening. Ja. Rusland ronselt op het ogenblik soldaten. Die Wagner-groep trouwens ook. Hè. Zal maar zeggen, dat privéleger. Daar hangen grote posters door de steden. En ze beloven spectaculaire salarissen. Ik geloof €5.000 per maand plus een bonus. Dat is enorm. Zeker als je kijkt naar wat het gemiddelde Russische salaris is. Misschien een tiende daarvan. En het lukt niet, wat ik ervan begrijp. Ze krijgen die mensen komen niet. Wat hoor jij? Nou, de landen die eromheen zitten, die waarschuwen eigen bevolking, maar ook hun expats van, denk erom, wij vinden dat geen goed idee. Dus dat zal zeker niet bijdragen. Maar stel je voor dat jij een fantastisch bedrag geboden krijgt om in het Russische leger te komen met die fantastische wapens waar ze het ene succes naar het andere mee behalen. Wat zijn je perspectieven? Het is niet voor niks dat ze zoveel geld bieden, omdat hun eigen land bijna niet lukt. Dus de nood is hoog, is mijn conclusie bij de Russen. Ja, en het feit dat het niet storm loopt, kan ook een frame zijn hoor, dat we hier krijgen. Maar de berichten zijn, het loopt niet storm bij die ronseling. Nee, maar het zal ook niet helpen. Ik bedoel, het zal niks toevoegen of afdoen van de padstelling waar men nu in zit. Ja. Rond de Donbass is het front onbewegelijk en schiet men elkaar van steeds grotere afstand op elkaar. En de Oekraïners krijgen steeds meer mogelijkheden de logistiek van de Russen daarbij te frustreren. Krim hebben we het net over gehad. Ja, het enige wat internationaal erg ingewikkeld maakt is de situatie rond Odessa en die zogenaamde graanexporten. Ja, en hoezo zogenaamde? Omdat er steeds mais wordt getransporteerd. En mais, dat eet vee en mensen over het algemeen niet. Dus geen tarwe? Nee, wat nog veel interessanter is, vind ik, aanhalingstekens, is dat je bent reder, je hebt daar 5-6 maanden je schip aan de ketting gehad. Dat mag eindelijk weg na een overeenkomst met mais of met graan. Ga jij je schip nog terugsturen voor de volgende lading? Ja. Ik dacht het niet. Nee. Ik moet nog zien dat die graanexport echt op gang komt. Want heel veel reders zullen zeggen, Amhula, ik ga er niet meer naartoe. Nee. Het Westen, we leveren heel veel wapens. Jij bent daarvoor, hè? Want er zijn ook mensen zeggen, ja, dat maakt de zaak alleen maar ingewikkelder, maar tot die groep behoor jij niet. Nee. Hoe moeten we nou die Westerse steun definiëren? Als bijvoorbeeld Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, heeft al een paar keer gezegd, in feite zijn we gewoon bezig met een proxyoorlog of misschien zelfs met een rechtstreekse oorlog tussen Rusland en de NAVO. En ik denk dan, ja, hij heeft eigenlijk wel een punt. Want het wordt zo langzamerhand. Ja, dat is zo. Kijk, wij stoeien natuurlijk met definities om formeel niet te kunnen worden beschuldigd dat we in de oorlog met ze zijn. Maar een oorlog bij proxy is het natuurlijk al enige tijd. Ja. Het punt alleen is dat wij helpen natuurlijk de Oekraïners dat ze daarmee niet onder de voet worden gelopen. En dat ze uiteindelijk, tenminste als mijn vorige analyse klopt, dat ze in een stalemate komen uiteindelijk. Maar ze krijgen de Russen dat land niet mee uit natuurlijk. Nee. Inlichtingendiensten, daar weet je alles van. Want dat is jouw heel leven, veel. Jouw leven geweest. Wij, de Westen, levert veel inlichtingen, hè, overhandigt veel kennis op dat gebied. Hoe groot is de rol van de inlichtingendiensten in deze oorlog?
Ja, dat kan ik alleen maar bij benadering zeggen. Maar neem van mij aan, als je ziet dat er een bewezen generaals om zeep worden geholpen, of dat er een bepaalde opslagplaats de lucht ingaat, ja, dan wordt er gebruik gemaakt van hele sophisticated informatie die de Oekraïners onmogelijk zelf kunnen hebben. Dus het is zeer waarschijnlijk dat ze die informatie krijgen die ze nodig hebben om dat soort doelen aan te kunnen pakken. Ja, en dat is dan bijvoorbeeld satellietwaarnemingen of andere dingen die... Alles. Ja. Kijk, je, we hebben wat is het belangrijkste middel wat je moet hebben als bevelhebber van, laten we zeggen, een Oekraïense eenheid? Waar zit je het meest om te springen in de zin van inlichtingen? Nou, met name over hoe de logistieke situatie voor je tegenstander is. Want zonder wapens, zonder personeel en zonder munitie kan je niet aanvallen. Dus je wil weten op welk moment hij waar het sterkst is en waar hij het meest waarschijnlijk zal aanvallen. Of waar je hem het beste een draai om de oren kan geven voordat hij aan gaat vallen. Dus dat ligt eigenlijk van dichtbij en dan nagelang de verdere behoefte steeds verder naar achteren in het achterland. Dus waar komen ze vandaan? Wat zijn de logistieke aanvoerlijnen?